Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Goedemorgen lieve mensen. Hier zijn we weer met Breda Beweegt. We hebben weer een heel mooi workout voor u. Dus we gaan zo meteen lekker starten. En voor u hebben we... Maries. En Dave. Heel goed. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Dan gaan we zo meteen lekker starten. En we gaan beginnen met een sidestep. Let's go. Zo, we gaan rustig die hartslag een beetje omhoog brengen. Het lichaam een beetje warm maken. We gaan zo meteen wisselen van kant. Wissel. Kom op. We beginnen nu nog vrij rustig. Dan gaan we stappen op de plaats, actieve rust. Maurice doet al voor wat er zo meteen komt. We gaan zo meteen schaatsen. 3, 2, 1, go. En met Davy ziet u de optie achter de stoel. Je kan hem zo zwaar en zo intensief maken als je wilt. Hoe groter je beweegt, hoe zwaarder dat hij wordt. Klein stukje nog. Nog 3. 2, 1, stappen op de plaats. Over 10 seconden krijgen we een uitvalspas naar achter. Om en om. En als je wilt mag je meeklappen in je handen. Bent u er klaar voor? Start. Bij Davy ziet u de iets rustigere optie waarbij je gewoon uitstapt naar achter. Maurice maakt zijn beweging iets groter, die buigt zijn achterste knie naar de vloer. En Rogier heeft zijn voet los. En dan gaan we zo meteen weer stappen op de plaats. In 3, 2, 1 en stappen. Deze routine gaan we zo meteen nog een keer doen. Over 5 seconden gaan we naar de sidestep. 3, 2, 1. Yes. Heel goed. Beweeg lekker door. Dan gaan we over 5 seconden wisselen van kant. Nog 3, 2, 1. Wissel. En als het goed is, krijg je het al een klein beetje warm. Je voelt dat je hartslag al een beetje stijgt. Zeker. Hoe gaat het, jongens? Goed, gaat lekker. Nog 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Dan gaan we over 10 seconden weer schaatsen. 4, 3, 2, 1. Let's go. Kijk maar of je al iets intensiever kunt maken dan in de eerste ronde. Het is nog steeds je warming up. 15 seconden te gaan. Kom op. 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. En dan gaan we naar het laatste stukje van de warming-up. De uitvalspas naar achter zo meteen. Nog 4, 3, 2, 1. Stap naar achter. Kijk maar of je al iets dieper kunt zakken dan in de eerste ronde.
goed is, ben je een beetje opgewarmd nu. Klaar voor je echte workout die zo meteen komt. Nog 10 seconden tot je actieve rust. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. En de eerste oefening zo meteen is voor die mooie taille. Je gaat zo meteen buigen, je ribben richting je heupen. 2, 1 en start. Doe je hem zittend, dan buig je alleen in je taille. Doe je hem staand, dan hef je je knie en beweeg je je elleboog richting je knie. Dus je gaat knijpen aan de zijkant. Heel goed. Probeer te blijven buigen. Dan gaan we over 5 seconden heel even stappen op de plaats. 2, 1 en stap. Nou, we hebben nu één hele mooie strakke taille. We willen natuurlijk niet dat de andere kant heel stip bij hangt straks. Dus we gaan wisselen van kant. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Knijp maar in die taille. Buig. Kom op. Ribben richting je heupen. Heupen richting je ribben. Je mag het een beetje gaan voelen, hè? 15 seconden nog. Hoe gaat het, jongens? Gaat die lekker? Zeker. Ja. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Dan gaan we zo meteen naar een oefening voor de benen. We gaan naar de squat. Train je vanuit je stoel, dan sta je op en dan ga je weer zitten. Anders ga je mee met Maurice. Let's go, zakken en op. Of je gaat mee met Roger. Heel goed. Yes, goed zo. Gewicht naar achter, gewicht op je hakken. Je borst blijft op. Kruin wijst naar het plafond. Nog 10 seconden. Mag het een beetje gaan voelen, hè, die benen. Laag en op. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Dan gaan we zo meteen knie heffen. Nu. En ook hier bepaal je weer hoe groter je beweging, hoe intensiever je training. Wissel even van kant. Heel goed. Neem je armen lekker mee. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Gaan we over 10 seconden gaan we boksen. Denk even aan iemand waarvan je denkt, nou, die zou ik wel een keer op zijn neusje willen raken. 3, 2, 1, go! Draai lekker mee met je rol. Stuit uit. Om en om. Hoe hoger je tempo, hoe intensiever dat die wordt. Ga door. Nog 15 seconden. Ga boven 10 seconden weer naar een actieve rust. Dan krijgen we weer een oefening voor de benen. Nog 3, 2, 1 en stap. Als je nu op je stoel zit, mag je gaan staan. En dan gaan we over 5 seconden beginnen. Gaan we been zijwaarts bewegen. 3, 2, 1. Yes. Dus je heft je been zijwaarts. Probeer je gewicht in het midden te houden. Zo min mogelijk over te hellen. Lift je been. Span je buikspieren een beetje aan. Nog 3, 2, 1. Wissel. Andere kant. Heel goed. Zoek je balans. Richt je blik op één punt, dat helpt. Nog 3, 2, 1. Stappen op de plaats. Hebben we zo meteen nog één oefening voor u. De
de side squat voor de mooie billen. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en start. Je stapt uit naar de zijkant en je buigt door in het benen. Om en om, billen naar achter en duw jezelf weer terug. Je mag het best een beetje gaan voelen, of voelen jullie helemaal niks? Ja. Ja? Begint het een beetje te branden? Ik hoop wel dat je wat voelt. Nog 5 seconden. En dan gaan we rustig richting de cooling down. Begin maar lekker uit te stappen. Stappen op de plaats. Neem je armen lekker mee. Laat je hartslag zakken. Hoe is het? Goed. Ja? Beetje warm nu? Ja. Voel je dat je wat gedaan hebt? Voel je dat je getraind hebt? Echt wel. Ik hoop het wel, hè. Goed. Dan blijf je even stilstaan op de plaats. Dan gaat je rechterhand richting je linker enkel. En je wisselt rustig van kant. Om en om. Draai je met je rond. Kan ook zittend vanaf de stoel. Beweeg rustig en gecontroleerd. Voel wat je doet. Probeer rust te zoeken in je ademhaling. Laatste keer. Dan rol je jezelf rustig weer op. Ga je schouders los naar voren. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.